Van een klein familiebedrijfje uitgroeien tot een familie van een 20-tal bedrijven. Colruyt Group maakte de laatste 50 jaar een enorme groei door. Die evolutie is het resultaat van ons continue streven om samen een duurzame meerwaarde te creëren voor al onze klanten. Die duurzame manier van ondernemen is vandaag echt een deel van ons DNA. Zowel op vlak van onze producten en het leefmilieu als wat betreft onze medewerkers en onze klanten. Ook in het boekjaar 2015-2016 bouwden we hierop verder. Laten we eens kijken naar de cijfers. Tegenover vorig jaar is de omzet gegroeid met 2,9% en het netto-resultaat verbeterde met 4% tot meer dan 366 miljoen euro. Maar groeien betekent ook investeren. En daarvoor besteden we het afgelopen boekjaar zo'n 388 miljoen euro. Ongeveer 40 miljoen euro ging naar onze mensen. We wierven bijvoorbeeld meer dan 1500 nieuwe medewerkers aan en zijn nu met bijna 30.000 collega's. Verder zetten we ook sterk in op trainingen en opleidingen. Zo zorgen we ervoor dat we in de toekomst een streepje voor hebben. We breiden dit boekjaar opnieuw heel bewust onze winkelportefeuille uit en openden in totaal maar liefst 21 nieuwe winkels. In Jambes openden we zelfs 4 winkels in 1 keer. Op onze allereerste combi-site vind je een Colruyt-winkel, een collect-and-go-afhaalpunt en een vestiging van Dream Baby en een van Dreamland. Ook Colruyt Group Academy is eraan bezig met een ontmoetingscentrum. We investeren ook verder in milieuvriendelijke oplossingen. We openden een nieuw waterstofstation om verder te experimenteren met opslag en om gebruik te maken van hernieuwbare energie. We introduceren ook innovatieve koeltechnieken in retail. Bioplanet Bergen is nu de eerste winkel die koelt met een duurzame propaaninstallatie en onze nieuwe koelkarren of liquid ice containers werken op vloeibaar ijs. Die houden onze producten tijdens het transport en in de winkel veel langer koel. Dat maakt ze een stuk duurzamer dan de klassieke koelkarren. Ook op marketingvlak werkten de verschillende bedrijven van de familie verder aan hun positionering en aan hun eigen merk. Collect & Go lanceerde zo een nieuw logo en bijhorende huisstijl. Wil je meer weten over onze realisaties van het afgelopen boekjaar? Lees er dan alles over in het jaarverslag.